om voor deze zaal iets te vertellen over de buren. Als ik denk aan de buren, dan, en dat is een tip die ik kreeg van een van jullie vandaag, dan je loopt op straat in je eigen omgeving en af en toe trekt je oog toch gewoon naar die buren. En je kijkt naar binnen omdat het toch zo mooi is om erachter te komen van hoe hebben hun de kamer ingericht en wat kan ik daarvan leren. Dat is onwillekeurig. Gebeurt vanzelf, hoef je verder niks voor te doen. Niemand hoef je daar naartoe te duwen, het gebeurt vanzelf. En in zekere zin is dat ook het mooie van leren, want het is onbevangen. Je doet het omdat het je trekt. En als hetgeen je ziet aantrekkelijk genoeg is, dan leer je ervan. Er hoeft niemand te duwen. Nou, dat is jullie primair proces, dus ik hoef je daar niets over te vertellen. Maar desalniettemin, dank hiervoor. Ik wil nog wel even twee waarschuwingen geven, aangezien ik iets kom vertellen over een heel andere sector. Dan is het zo dat het zijn niet allemaal succesverhalen. En de tweede waarschuwing is dat elke overeenkomst met jullie sector gebaseerd moet zijn op puur toeval. Dus als je iets herkent, kan. Oké, drie sectoren. De eerste is de Rijksoverheid, de tweede de gemeentelijke overheid en de derde Europa. Ik zal beginnen met de Rijksoverheid. Een paar jaar geleden ben ik uitgenodigd om deel uit te maken van de community bij Binnenlandse Zaken. En dan heb je het gelijk over alle 13 departementen, want bij Binnenlandse Zaken ben je bezig met die andere departementen. En die community die ging over de compacte Rijksdienst. Wat is de compacte Rijksdienst? Het is een hervormingsprogramma en dat was gelieerd aan een hervorming die jullie kennen, want dat zijn de bezuinigingen van het vorige kabinet al. En de vraag was eenvoudig van hoe komen we aan geld en hoe kunnen we het efficiënter doen. En de scope van de compacte Rijksdienst is een interessante in jullie verband. Want er werd gezegd dat is de bedrijfsvoering. Maar ja, wat is de bedrijfsvoering? Is dat HRM? Is dat huisvesting? Is dat ICT? Is dat de procedures, de processen? Nou, het was nog breder. Om een voorbeeld te geven van hoe breed het was. Het laatste programma van de compacte Rijksdienst werd beschreven als het beleidsproces. Nou, als je het beleidsproces mag helpen efficiënt maken, dan gaat het plots over het geheel. En in zekere zin is dat ook het dilemma van bedrijfsvoering. Heb je het over bedrijfsvoering, heb je het eigenlijk over alles. Daar hebben we een prachtige serie sheets van gemaakt. En wat ik nu doe, ik dompel jullie in een aantal van die sheets. Die zijn eigenlijk onveranderd. En zo laat ze het mooi zien hoe het bij de buren ging. Prachtige plaatjes, die laten zien hoe moeilijk het allemaal wel niet is. In welke demografische crisis we zitten en de financiële crisis. De omgeving vraagt om snelheid, effectiviteit. Dat werd dus ook vertaald en getoond in andere landen. Want vele andere landen waren benieuwd van God, hoe doen jullie dat? En hoe werkt het hervormingsproces nou feitelijk in Nederland? Daar hadden wij een mooi verhaal op. Betere dienstverlening en minder mensen, want het kan allemaal met minder. En, misschien korte anekdote. Ik werd wel eens gevraagd om voor een groep van ambtenaren uit allemaal verschillende departementen uit te leggen wat compacte Rijksdienst was. En op een dag stond ik weer in zo'n zaal en ik wist niet precies wie daar zat, maar dat waren allemaal directeuren juridische dienst van de verschillende ministeries. En ik moest daar uitleggen wat dat dan betekent. En, dan probeer ik het in eenvoudige terminologie van jullie doen op de beste manier, zoals jullie dat allemaal altijd geleerd is, een heel mooi vak wat jullie ontwikkelen binnen jullie eigen kaders en God, ons idee is dat dat misschien best, dat daar bepaalde overeenkomsten tussen zijn. En wat belet nou om daar eens van te leren? En met veel moeite namen de heren en dames die er waren op afstand van, ja maar God,
wat is hier nou van de bedoeling? Het zal toch niet zo moeten zijn dat wij met elkaar, hoe stelt u zich dat voor? Wat moet dat dan? Moeten wij soms mensen uitwisselen of kennis met elkaar vergelijken? Ja, denk het wel, denk het wel. Dat tekent wel een beetje de toegang. In eerste instantie zijn we gewend om het allemaal te doen op de manier zoals dat altijd geleerd is, binnen de kaders van één departement. En zo'n programma dwingt dan toch de discussie open. En je weet niet precies hoe het gaat lopen. In dit geval is dat gesprek heel goed gelopen. En na verloop van tijd, eind van het gesprek, was dat de directeur met elkaar overlegde van God, wat zouden we elkaar misschien eens een keer gaan uitleggen van wat wij doen en of daar bepaalde elementen van vergelijking is. En wie weet kunnen we daar nog wat uithalen. Dus zo start je dat op. De bedoeling was in eerste instantie om een gigantisch bedrag binnen te halen, waar trouwens een deel van op ICT gezet werd. En er werden dus allerlei teams ingezet die die plannen binnenkregen en die plannen moesten doorgenomen worden. Heel praktisch, ik zal een voorbeeld geven om een beetje wat levendig te maken. Op mijn bureau lagen er 50 business cases over de hele Rijksoverheid heen, met de prachtigste verhalen van waarom er niet geld bespaard kon worden en waarom moeten we dingen dubbel doen en waarom moeten we dingen 13 keer doen en dat is nergens voor nodig. Nou, de business cases die waren best boeiend en ik kwam toen nog vrij jong uit het bedrijfsleven en ik zat aan de andere kant van de tafel. Ik heb vaak business cases ontwikkeld voor overheden. Dus een aantal van die business cases die we binnenkregen, die keken even diagonaal door. En daarvan dachten van nee, dit is hem toch niet. Het is meer een soort kostenbeschrijving en een verwachting dat het dan beter wordt. Dus dat is hem niet, dat is hem niet. En uiteindelijk kwamen er een aantal interessante projecten aan de oppervlakte. En eentje daarvan, die wou ik ook even toelichten, om te laten zien hoe weinig subtiel het kan zijn soms. En bijvoorbeeld de berichtenbox, dat is best interessant. Het concept is heel simpel. Je hebt één elektronische berichtenbox. Daar komen berichten voor alle burgers in. En het voordeel is evident. Als de burger weet dat zijn bericht in de berichtenbox zit, dan hoef je geen postzegel meer te betalen. Zo simpel is het. En als je mikt op 10 van die brieven per jaar, want ja, er zijn toch minimaal 10 brieven die je van de overheid krijgt, of van de Belastingdienst afkomst of van je gemeente, dan bespaar je gewoon een postzegel. En dan kun je 100 miljoen besparen. Zo simpel is het. Maar ja, de realisatie. Nou, er bleken 2 berichtenboxen te zijn. De een ontwikkeld door een organisatie, de ander door een andere organisatie. En er ontstonden enorme gevechten over welke nou de beste was en waarom dat zo is. En allerlei DG's werden in stelling gebracht. En we zijn er nog niet, laat ik maar zeggen. Dus intussen is de keuze wel gemaakt 2 jaar verder van we weten welke berichtenbox het wordt. De oplossing is vrij simpel. Dat ding is in de lucht, heb ik me laten vertellen. Maar het draait nog niet. En zo simpel kan het probleem trouwens ook zijn. De oplossing is simpel, maar het probleem kan ook wel simpel zijn. Oké. Prachtige verhalen. Hè? Allerlei verschillende specialisten. Werkzaam in het veld, buiten het Haagse, in de departementen, in de uitvoeringsorganisaties. Allemaal in één bepaalde discipline, of het nou huisvesting is of ICT. Wat belet nou om die specialiteiten wat meer naar binnen te brengen, met elkaar te vergelijken, de opbrengsten te zien, de best practices, de elementen die niet goed werken, wat meer naar buiten te werken. En vervolgens de expertise die je hebt, wat meer vanuit één concern te ontwikkelen. Zo simpel is het. Mooi plaatje. Met beweging. Wat belet om dat te doen? En vervolgens hetgeen je ontwikkelt weer centraal te ontwikkelen en dat uiteen te bouwen naar alle partijen. Dus op zich hele mooie doelen. En in zekere zin is het mooi dat
dat doel ook gesteld is. Dus het is helemaal niet zo dat het niet lukt. Alleen, ik wil even laten zien hoe moeilijk het is en hoe interessant ook tegelijkertijd om iets wat ooit uiteengezet is en ontrafeld en op verschillende manieren ontwikkeld, om dat weer bij elkaar te brengen. Zo interessant is het. Harmonisatie en standaardisatie, want het blijkt dan wel dat hetgeen wat je uit handen hebt gegeven allemaal eigen richting op is gegaan. Of dat nou in de huisvestingsnormen geldt, of ICT-normen, of wanneer het gaat om financiële administratie, andere merken, andere leveranciers. Het is ook in belang van heel veel partijen om dat zo te handhaven. Je zou kunnen praten over een soort ordening in de markt die zich richt op het feit dat er veel departementen zijn, dat die allemaal hun eigen smaak hebben. En als je een stap verder gaat, zou je bijna kunnen zeggen dat de defragmentatie, dat die in de genen van de industrie gaat zitten en uiteindelijk ook in de genen van de overheid. Want dan ga je natuurlijk zelf ook al wennen. Als je steeds beleverd bent door één leverancier, dan ga je uiteindelijk nog denken ook dat je goed bediend wordt. Harmonisatie, standaardisatie. En hergebruik, want als je dan gaat harmoniseren, wat belet dan dat je bijvoorbeeld één financieel systeem ontwikkelt? Die verschillen zijn heus niet zo groot tussen de departementen. Zelfs geldt voor personeel, de huisvestingssystemen, de ICT-systemen. Als je harmoniseert, dan is het heel goed denkbaar dat je daar vrij snel winst uit kunt halen. Nou goed, dan de praktijk. Alles bij elkaar gebracht en ik kan een voorbeeld geven van hoe het in de praktijk werkt. Als je kijkt naar het thema ICT bij het Rijk, dan tref je daar nog steeds aan, ook na de compacte Rijksdienst, drie ministeries, of eigenlijk twee ministeries en drie diensten daarbinnen. En ondanks de inspanningen om te laten zien hoe die drie met elkaar samenhangen, blijven het nog steeds verschillende directies. En die directies hangen allemaal onder eigen DG's, die daarmee eigen doelstellingen hebben. En dit plaatje doet vanuit dit plaatje laat een poging zien om dat overzicht te tonen. Je hebt de kant van de ministerie van Economische Zaken. En daarbij gaat het dan vooral om e-diensten voor bedrijven. Je hebt de kant van Binnenlandse Zaken. En daarbinnen heb je ook twee smaken. Eentje voor de burgers en eentje wat meer voor het Rijk zelf. En die hebben allemaal eigen lijnen en eigen ontwikkelingen. Dus daarmee ontwikkeling bepaalde reserve voor het ontwerp waar ik zelf mee bezig geweest ben. Dat is ICT voor het Rijk. Dat is dus één van de drie smaken. Dus net zoals er een plan is voor de ICT van het Rijk, is er een plan voor de e-government van de bedrijven. En dan de stand van zaken van waar we staan. Dit laat zien hoe de verschillende gebieden van de compacte Rijksdienst, hoe daar doelen op zijn genoemd. Hè. Er zijn dus echt cijfers gegeven voor de ICT, voor huisvesting, dus alle hervormingsplannen. En op deze manier wordt gerapporteerd aan de Kamer. Dus het kan wel, maar dat gaat tegen een behoorlijke prijs. Dus het positieve zou ik kunnen zeggen, de lichte hervormingsagenda. En ik wil proberen alles samen te vatten in een stelling. Nou, een stelling is per definitie een gewaagd stuk, want een aantal mensen herkennen zich in stellingen, anderen niet. Dus het is op zich logisch als dat verdeelt. De stelling die ik tegenover wil stellen is dat overheden toch vooral gewend zijn om op basis van input te werken. En in sommige sectoren zie je daar al vooruitgang in. Als ik even noem wat ik zelf heb meegemaakt in de ochtend hier, dan hoor ik een heleboel output elementen in de sturing. Dat is op zich heel, heel gunstig. Maar we komen uit de situatie van inputsturing. En daar horen allerlei uitspraken bij, zoals we doen dit, we doen dat. En het is heel complex en het is een hell of a job. En by the way, ik benut ze zelf ook wel. Dus het is een systematiek waar heel moeilijk uit te komen is.
Nou, dat is even voor het Rijk. En dan wou ik even inzage geven in wat hervormingen die we bij de gemeente voor elkaar proberen te krijgen. Gemeentelijk vlak is toch heel anders. Het eerste wat me opviel bij het werken voor King, het kwaliteitsinstituut van Nederlandse gemeenten en voor de VNG, is dat je hebt het hier over integraal beleid. Dus in tegenstelling tot het Rijk, waar je je focust op één onderdeel, hè, en dat zal voor de meeste van jullie ook het geval zijn, dat je één item pakt, zit je in gemeente en heb je met alle aspecten tegelijkertijd te maken. Hè. Je hebt de maatschappij en je kan er één onderdeeltje van vertegenwoordigen of proberen te verhelpen, maar heel gauw heeft een burger door dat je dan de burger niet helpt. Want de burger, daar komt alles tegelijkertijd binnen. Desalniettemin proberen we op dit moment om bepaalde bedrijfsvoeringsitems op de agenda van de bestuurder te krijgen. En ik wou ook hier jullie weer onderdompelen in een klein inkijk geven in bestaande stukken, zoals die onlangs nog bij een van de commissies van de VNG verschenen is. Het thema was het delen van generieke voorzieningen. Als je dan toch 408 gemeenten hebt en voor het grootste gedeelte oefenen die soortgelijke activiteiten uit, wat belemmert dan dat je op zoek gaat naar generieke items die terugkomen in de meeste gemeenten en die niet direct van belang zijn voor het profiel wat zo'n gemeente moet trekken naar zijn burgers, maar meer infrastructureel van aard is. In de volgende sheet kun je een aantal items zien waarop de hoop is dat bestuurders van gemeenten triggeren. Nou, dat zijn kenmerken waarbij je laat zien hoeveel convenanten zijn er nou gemaakt tussen de industrie, de leverende industrie en de gemeente. Zo'n 80. Welk percentage van de informatievoorziening is nou generiek van aard? 90%. Dat is een pure inschatting op basis van meten van een aantal informatiesystemen. Welk percentage van die systemen zijn open standaard? 2%. Kortom, er is veel te winnen. Wat is een inschatting van de omzet die in omloop is? Hè? Dat kun je natuurlijk bij de gemeente meten of je kan ook gaan meten in de industrie. Dat is misschien wat makkelijker, want die heeft die cijfers heel erg dicht op het netvlies, zou ik maar zeggen. Dus in afval getal boven de 1 miljard. Een interessante is ook het aantal, de hoogte van de kosten per ICT'er. En ook hoe die kosten zich gedragen in de laatste jaren. Wat blijkt, jaar op jaar is er sprake van kostenstijging. Dat roept de vraag op, is het dan ook zo dat de dienstverlening aan het verbeteren is in die sector? Nou. Ik denk dat geen van de bestuurders daar een positief antwoord op heeft gegeven. Maar het is wel een interessante vraag. Want waar staat die kostenverhoging dan voor? Nog een stukje inhoud. De gemeente zelf noemen cloud computing kansrijk. Een jaar eerder. Cloud computing is een vorm van gemeenschappelijke voorzieningen. De eerste ervaringen met cloud computing zijn al een jaar of twee oud. Dus dat roept de vraag op hoe urgent is het. Zou het mogelijk zijn om gezamenlijk met gemeenten cloudvoorzieningen te ontwikkelen? Wat misschien interessant is, is om het antwoord te herhalen zoals dat uit de bestuurders komt. En dat is in feite dat ze dat best interessant vinden dat er iets te halen is. Hè? Maar tegelijkertijd zeggen ze van oké, dan wordt er veel geld uitgegeven. Maar wat belet dat zijn eigen gang gaat? Dus wij zien op zich op dit moment nog geen reden om daar heel snel op in te grijpen. Of anders gezegd, wij als gemeente hebben allemaal gemeenschappelijke en individuele banden met de ICT-industrie. En we weten dat dat allemaal anders moet gaan worden. Maar het neemt zijn tijd. Of anders gezegd, wij hebben nog ruimte, wij nemen nog de ruimte om dat te doen. Althans, als vereniging. Best mogelijk dat een aantal gemeenten daar wel actief in zijn. Laat dat vooral ontstaan. Nou, dat is het standpunt op dit moment van de gemeente. Ik denk dat de gemeente, je hebt de 408 op dit moment. Dat is een grote groep. Ik denk iets groter zelfs dan hbo-instellingen en universiteiten. Ik heb het getal niet precies op mijn netvlies. Ja,
55, ja. Dus dat is aanzienlijk groter. En nou, misschien zijn daar ook wel wat lessen van te trekken. Een tweede stelling die ik had kunnen poneren en die we bij wijze van spreken ook in de paneldiscussie zo meteen zouden kunnen behandelen, dat kan nog steeds, is dat er nog erg veel ruimte is in overheidsland. Dat zou je kunnen beperken tot de gemeente of je zou daar ook andere overheid bij kunnen nemen. En je hoeft daar nogmaals helemaal niet mee eens te zijn, maar het is een interessant punt. Van, hebben wij nog voldoende ruimte? Is er nog zoveel tijd? En, nou, dan nog een laatste insteek die ik wilde geven, dat wilde ik je niet onthouden, dat is de samenwerking op Europees gebied. Daar moet ik even een korte anekdote voor vertellen. En dat is dat ik zelf zo'n 2 maanden geleden gebeld ben benaderd door het Europees Parlement met de vraag of ik iets wilde vertellen in Brussel omtrent het onderwerp ubiquity. En dat is best een moeilijke term, dus ik ben dat eens gaan opzoeken, wat wordt daarmee bedoeld. Na enig speurwerk kwam ik erachter dat het hier ging om de opvolger van cloud computing. Dus net zoals cloud computing nu het concept is wat opgeld doet, krijgen wij straks een soort alomtegenwoordigheid. Dus laat ik het zo zeggen, het is 9 uur, de voltallige werkzame bevolking gaat plaatsnemen achter zijn desktop of laptop. Maar wat is het beeld over 15 jaar? Waarschijnlijk krijgen we een heel ander soort toekomst op het gebied van ICT. Wat wordt die toekomst? Dat is de vraag die men zich stelt bij het Europees Parlement. Niet toevallig bij het Europees Parlement, want het Europees Parlement is van plan om daar een wat actievere rol in te nemen dan bij cloud computing. Dus het parlement was benieuwd naar hoe landen daarin zitten. Wat hebben landen daarin te melden? En er werden wat landen uitgenodigd zoals Zuid-Korea en Japan. En ik zal zo meteen een plaatje laten zien van de presentatie van Zuid-Korea en ik kan iets vertellen over Japan. Maar zelf maakte ik me erg zorgen van waar haal ik die kennis vandaan om dat antwoord te verschaffen aan het Europese parlement. Dus ik benaderde wat universiteiten en ik benaderde ook Wouter en ik benaderde ook de Rijksoverheid, dus ministerie van Economische Zaken, Binnenlandse Zaken en VNO-NCW. En zo langzamerhand druppelde er wat informatie naar binnen. En het beeld wat ik kreeg was dat er nog niet veel nagedacht werd in Nederland over alomtegenwoordige ICT. Dat men daar niet echt een actieve rol in had. En dat een van de meest vergaande toepassingen was wel die van de douane. Waarin er op basis van real-time informatie opzoekingen gedaan werd bij het doorzoeken van mensen die het land in kwamen. Maar dat was ongeveer zo'n beetje. Ook op het niveau van industrie was er weinig industrie in opbouw of een verwachting in Nederland. Daartegenover stond een beeld in Zuidoost-Azië waarbij er heel actief gewerkt werd aan alomtegenwoordig ICT. En ik laat daar gewoon wat plaatjes van zien. 2 plaatjes van de Zuid-Koreaanse delegatie. Eentje waarin die laat zien hoe die een netwerk van bijzonder hoge snelheid ontwikkeld over steden heen en hoe je dus feitelijk basisinfrastructuur aanbiedt aan industrieën om zich te nestelen. En als tweede voorbeeld kan ik noemen Japan, wat alomtegenwoordige ICT beschouwt als de business amplifier. Wat zij doen is zij huren panden af die volledig voorzien worden van infrastructuur en van ICT en waar ZZP'ers en jonge bedrijven, jonge mensen zich kunnen nestelen en gedurende een jaar lang kunnen proberen zaken op te zetten. En dat kunnen ze kosteloos. En dus wat ze daar doen, ze verbinden feitelijk de economische groei die ze willen zien met voorzieningen die kunnen helpen om die economische groei te ontwikkelen. Dus eigenlijk een netwerksamenleving, zoals à la lettre, zoals we die zelf ook graag zouden willen zien. Dus daar kon je toch een scherp verschil zien tussen Zuidoost-Aziatische landen en West-Europese landen. En dat roept dan de vraag op in welke mate wij op dit soort gebieden, en voor de helft op dit soort gebieden, nog als gidsland kunnen opereren. Ook in zo'n Europees, of misschien zeg je van nee, dat is nou net de wake-up call.
Want als het dan zo is dat er ruimte is om aan de slag te gaan, wat belet dan feitelijk Nederland op innovatief gebied en ook in ubiquity, dus eigenlijk de opvolger van cloud computing, om daar een leidende rol in te nemen? Ook daar zie ik een positief signaal, want Nederland is een van de enige landen die actief deelneemt in het Europese cloud platform. En dat doen we met onze CIO Maarten Hiddenaar, die daar een actieve rol in neemt. Dus er is nog een mogelijkheid, maar ik zie het wel als een stelling, iets om aan te werken. Nou, even concluderend en ook naar de paneldiscussie die zich straks gaat voordoen. Er zijn natuurlijk meerdere panels, maar in het panel waar wij actief zullen zijn, van we zijn natuurlijk allemaal erg apart. Dat geldt voor gemeenten en voor ministeries nu iets minder. Gemeenten zijn nog wel allemaal erg apart, maar intussen zijn de behoeften toch voor een heel groot gedeelte identiek. Dan de constatering dat je op infrastructurele elementen eigenlijk niet zou moeten concurreren. Het zou toch te gek zijn als een autoweg die langs een dorp rijdt plots op een andere manier verlicht of bewegwijzerd zou zijn. Infrastructuur, die moet je gewoon gezamenlijk leveren en gezamenlijk afnemen en geen concurrentie op uitoefenen. Tempo is afhankelijk van de smaken. Ik noemde zelf drie smaken met elke eigen tempo, eigen stand van zaken. En afhankelijk van beschikbare ruimte. Ik denk dat ook heel belangrijk is. Daar waar het Rijk laat zien van nu houdt het op, komen toch ministeries in acties. Wie weet gaat er straks met gemeenten ook iets meer gebeuren. En hoe dat bij het onderwijs gaat plaatsvinden, daar onthoud ik me van mening. Dat was het.